10 jaar geleden was er een eiland ten zuiden van Adla genaamd Faxios. Faxios werd gezien als het thuisland van trollen en orks. Het eiland dat midden op de onbekende zee lag, was niet echt bekend onder de bevolking van Midisti. Door deze onbekendheid werd Faxios verder ook niet betrokken met oorlogen. Men kent Faxios nog uit een lang verleden, voor de tijd dat koning David verjaagd werd uit Midisti. Desondanks Faxios niet altijd bekend was, hadden ze wel contacten met andere landen. De trollen konden het namelijk niet zo goed vinden met de goblins en Malino. Goblins waren namelijk rijk aan mineralen, terwijl er in Faxios veel slijmballen en buskruid te vinden was. Als handelaren zaten ze elkaar steeds, maar dan ook steeds vaker in de weg. Adla, een bondgenoot dat zich dicht bij Faxios had gevestigd, besloot hem met wijde armen te ontvangen en ze te beladen met voedsel, wat vrij schaars was op Faxios. Door het drassige landschap kon men weinig groente verbouwen. Ook was er weinig vee over. De koning was namelijk een grote lama-eter. De orks en trollen konden er zelf ook niet vanaf blijven. Zo was de koning van Faxios een rustige trol. Hij leefde voor een lange tijd in zijn smerige kasteel, in rust en vrede. Alleen was er wel een rangorde in Faxios. De trollen hadden meer rechten dan de orks. De orks moesten dagenlang onder de grond mijnen. Zo zaten ze dagenlang onder de grond om een vrij zeldzaam gesteente te zoeken. Dit werd ook wel het groene gesteente genoemd. Dit gesteente zorgde voor de krachten die zich diep schelden in het hart van de orks en trollen. Het gesteente zou in contact met de huid, vurigheid en kracht van het wezen loslaten. De trollen hadden de macht over dit gesteente en zo moesten de orks alles inleveren bij de koning. Een van deze orks was Gritskor. Hij heeft een groene huid en droeg een ooglapje. En ook hij werd dagenlang gedwongen om te werken in de mijnschachten van Faxios. Op een dag kwamen de trollen een kijkje nemen in de mijn. Ze wilden kijken hoe het ermee stond. De orks, die zich daarmee geïntimideerd voelden, wilden zich verzetten tegen de trollen. Zo ontstond er een klein conflict. Doordat de orks geen respect naar de trollen hadden getoond, besloten ze de mijnschacht volledig te ontdoen van andere grondstoffen die nog wel van de orks waren. Zo kwamen de trollen bij een krat aan. Dit krat zat vol kolen. Een trol sloeg het krat kapot en onder de kolen kwam een groen gesteente tevoorschijn. De koning hoorde van dit verhaal en besloot om alle orks in de gevangenis te stoppen. Orks die zich zouden verzetten zouden zonder pardon vermoord worden. Door dit besluit ontstond er een burgeroorlog tussen orks en trollen. Maar dit kwam al snel ten einde door de trollen die gebruik maakten van het groene gesteente. De orks trekten zich terug naar de meiden om daar veilig te kunnen schuilen. Maar de trollen gaven geen medelijden en trokken de mijnschachten in. Gritskor, die de trolls niet zomaar onderschatte, leidde ze naar een doodlopende gang. En op het juiste moment stak hij de explosieven die hij geplaatst had af. En zo lag het leger van trollen begraven onder de mijnschachten. Gritskor en het overgebleven leger orks namen zo het paleis van de koning over. Zo werd de koning gevangen genomen en geëxecuteerd. De laatste woorden van de koning waren dat hij de orks vervloekte op een goede toekomst en dat ze zouden verdrinken in de zee. Zo nam Gritskor zijn hoofd en was er vrede in Faxios. Het groene gesteente bleek mysterieuze krachten te hebben. Zo kon men vaak in de toekomst kijken. Maar stierven orks te trollen door de vermoeidheid die het gesteente met zich meenam. Zo besloot men om het gesteente in de grond te laten zitten. Maar de laatste woorden van de koning waren niet alleen maar een dreigement. Het bleek de toekomst te zijn. De zee liet het eiland overspoeld worden met water. En het eiland zonk de zee in. Zo nam het de inwoners van Faxios met zich mee naar de bodem van de oceaan. Toch was er één overlevende. Gritskor werd wakker aangespoeld op een eiland. Het leek op Faxios, maar het voelde toch anders. In de verte zag hij de beacon. Hij wist het zeker, dit was Faxios. Maar waar was hij erin? Wat was er gebeurd? Hij wist het niet. Zo besloot Gritskor op zoek te gaan naar zijn volk en om het land weer in ere te herstellen dat het ooit was geweest. Ork doet drijf als veer. Gritskor de lama-eter.